Bij ons in Assen heb je ook wel verschillende winkels, maar nou, zit je altijd gebonden aan 4, 5 winkels en hier heb je alles in één. Nou, dit is echt wel een Eldorado. Free From, zo heet dit Apeldoornse Eldorado voor mensen met een glutenallergie. De meeste supermarkten hebben tegenwoordig wel een schap met glutenvrije producten. Maar dat is zeer beperkt in vergelijking met wat ze in deze supermarkt allemaal verkopen. We hebben een 1400 artikelen liggen, dus het is met name de keus. Je kan overal brood vinden, maar we hebben heel veel soorten brood. De keus voor de klant bij ons is veel groter. En daarnaast natuurlijk allerlei vers producten die je verder niet zo snel vindt. We hebben hier bijvoorbeeld suikerbrood liggen. Ja, dat, ik denk niet dat je ergens anders glutenvrij suikerbrood kan vinden. Gluten is de naam van de groep eiwitten die zich bevindt in granen. Bij mensen met een glutenallergie zorgt het eten van dit eiwit voor veel klachten, zoals buikpijn, diarree, obstipatie, vermoeidheid en depressiviteit. Hoe kom je daar dan achter dat je kinderen dat hebben? Het is jarenlang zoeken en kwakkelen en uiteindelijk laten testen. En, ik heb 3 volkomen andere kinderen thuis nu. Veel happier, geen buikklachten meer, meer energie. Dus ja, het is een hoop werk, maar het is het zeker wel waard. De klanten komen echt van ver om bij ons boodschappen te doen. Dat ze 100, 150 kilometer rijden. Ja, dat is geen uitzondering. Nou, als ik naar mijn dochter luister, waarom wij hier graag naartoe willen, zegt van, ik hoef geen broodjes mee te nemen, want er liggen allemaal lekkere verse broodjes. Die net afgebakken zijn. Ja, ze heeft appelflap en choco broodjes meegenomen. En die gaan we straks dus weer een lekker opeten.